my god, oh my god. I'm on the loose, feel like a savage born in the wild. Boom, 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 hot like a fever, heart is on fire. Zo, dat was nog een spannend begin van een vlog, denk ik, of niet? Het is zondag, de dag nadat ik de eerste vlog heb geüpload. En ik moet eerlijk zeggen dat ik echt heel erg onder indruk ben en een beetje stil ben van alle positieve reacties op de eerste video. Ik ben echt heel erg blij om te merken dat jullie zo enthousiast zijn om bij mij in dit avontuur mee te kijken. Dus daar heb ik ontzettend veel zin in. En de reden dat ik dit doe is omdat ik toen ik zelf jaren geleden begon met ondernemen ook de behoefte had om met iemand mee te kijken. En te zien en te horen wat dat diegene tegenaan loopt en hoe dat die ermee omgaat. Dus ik dacht, op deze manier kan ik dat voor jullie doen. En ja, kan ik jullie laten meegaan in mijn avontuur. Dus dat is wat we gaan doen. En wat ik daarnaast ook goed vind om te vermelden is dat toen ik gisteren de vlog online zette, of eigenlijk net daarvoor, dat ook bij mij dat stemmetje weer in mijn achterhoofd kwam wat dan tegen je zegt van ja, moet je dit nou wel doen, weet je wel? Wie ben jij nou om te gaan vloggen? Gaan hier wel mensen naar kijken? Vinden mensen het wel leuk? En ik denk dat het goed is om je te realiseren dat iedereen die stem heeft en dat het slechts een gedachte is. En het mooie van gedachten is dat als je er aandacht aan geeft of steeds meer aandacht aan geeft, dan wordt het groter. Maar je kan het ook gewoon naast je neerleggen en dan is het simpelweg iets wat er is, maar waar je geen aandacht aan hoeft te schenken. En dan kan je door, dan kan je actie ondernemen en dan is de kans dus best wel groot, doordat je vooruit gaat, dat je dichter bij je doel in de buurt komt. En ik denk dat dit een van de dingen is die bij veel mensen misgaat op het moment dat ze zelf een idee hebben of iets willen gaan doen. Dat dat stemmetje in hun hoofd opkomt en dat ze daar heel veel aandacht aan schenken, waardoor ze uiteindelijk toch niet in beweging komen. En dat is gewoon doodzonde. Dus vandaar dat ik dit nog even wilde benoemen. En ik ga nu nog even van mijn zondag genieten. Uiteraard morgen is het maandag. Dus er staat weer een hele leuke week op de planning. En dan ga ik jullie wel meenemen. Zo, het is maandagochtend jongens. En het is een hele leuke maandagochtend. Want ik heb vandaag voor de eerste studio opnames voor de podcast. Dat is iets wat ik niet op zo'n korte termijn had verwacht. Maar mijn cameraman Jasper, die is een nieuw eigen bedrijf gestart. Waarmee dat hij in een coronaveilige setting livestreams en allerlei studio-opnames kan maken. Vandaag zijn de eerste opnames, dus daar heb ik ontzettend veel zin in met hele leuke gasten. En ik ga jullie nu even de studio laten zien, want dat ziet er fantastisch uit. Kijk, hier zien jullie Stefan in het regiehok. En dan lopen we hier de studio in, waar Jasper al druk aan het werk is. Kijk, en dit is dan waar het gaat gebeuren. Fantastische studio, lekker een team. Dus dat is ook wel belangrijk voor de gesprekken die we hier voeren natuurlijk. En dit gaat mijn plaats dan worden. En hier gaan een aantal hele bijzondere gasten vandaag plaatsnemen. Voor de spanning zal ik nog niet vertellen wie dat gaan zijn. Maar dat zie je natuurlijk zoals gewoonlijk vanzelf weer. Ik heb er ontzettend veel zin in. Voel me lekker energiek. Dus dat is ook belangrijk voor deze gesprekken. En ik neem jullie mee. Ik laat het jullie zien. We hebben zojuist een hele toffe podcastopname gehad. Ik sta hier met Tom Cornelissen. En Tom is een van de deelnemers en finalisten, of eindigers, hoe je het wil noemen. It was at this moment that he knew. He fucked up. Van het programma Kamp van Koningsbrugge. Zeker. Dus Tom, jij mag jezelf officieel commando waardig noemen. Ja. Dat is nogal iets om te zeggen natuurlijk. Er zijn weinig mensen die dat kunnen. Het einde gehaald, ja. Ja. En ik vroeg me af, wat is nou de grootste takeaway of de grootste les eigenlijk die het hele commando traject jou heeft geleerd? Wat heb je eruit gehaald voor jezelf, maar wat je ook naar andere mensen kan projecteren, wat je op je leven kan toepassen? Wat ik heb geleerd is dat je van tevoren heel vaak gedachten hebt dat je dingen niet kan. Ik kan niet tegen niet slapen, ik kan niet tegen niet eten, ik ben bang voor hoogtes. Het is allemaal limiterende gedachten eigenlijk. En die door die echt aan te gaan, dus echt te kijken van is dat echt zo? Leer je zoveel over jezelf en dan kom je er eigenlijk achter dat al die gedachten eigenlijk helemaal niet kloppen. En dat je eigenlijk niet bang bent voor hoogtes, dat je prima kan tegen niet slapen, dat je prima kan tegen niet eten. En dat maakt je als mens veel vollediger. Dus ik denk als je die gedachten echt gaat testen, dan kom je erachter dat die niet zo zijn. En dat je veel sterker bent dan je eigenlijk bent. En ja, daar groei je als persoon enorm van. En dat is bij mij ook wel gebeurd. Precies, dus door over je eigen grenzen heen te stappen, eigenlijk zeg jij wat jij natuurlijk in de meest extreme vorm in een commando-traject hebt meegemaakt. Kom je erachter waar je valkuilen liggen en kan je juist stappen maken in het leven en weer verder komen. Ja, precies. Ja. Cool, dus ik zou het iedereen aanraden om vooral je angsten onder ogen te zien. En dan ga je zien dat je er eigenlijk helemaal niet bang voor bent. Precies. En nogmaals gefeliciteerd. Je bent een van de weinige Nederlanders die het kan zeggen. En wij gaan nog even opruimen hier en dan door naar de volgende.
Het is de dinsdagochtend na de laatste persconferentie. Ik denk voor iedereen een weer moeilijk moment. Toch weer even een tegenvaller ook al was te verwachten. En zeker met de feestdagen op komst is dat natuurlijk niet waar we op zaten te wachten. Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is voor iedereen om zich te realiseren dat de situatie kan je alleen maar veranderen door je aan die maatregelen te houden. Daar doen we nou helemaal niets aan. Waar je wel iets kan doen is hoe je met die situatie omgaat. Je mindset daarin. Ik ben nu bijvoorbeeld, zoals jullie zagen, buiten aan het sporten. Ik had mezelf eigenlijk het doel gesteld om zo fit mogelijk te worden binnen de komende 3 maanden. Dat deed ik in de sportschool, maar dat ga ik nu dus buiten voortzetten. En zo geldt het denk ik ook voor als je ondernemer bent of nog plannen hebt om te gaan ondernemen. Het is natuurlijk lastig op dit moment. Dat komt vooral door wat er allemaal in je hoofd zich afspeelt. Maar er zijn allerlei kansen. En je moet ze zien, je moet ernaar op zoek gaan en niet door paniek of door wat er nu ontstaat blind daarvoor worden. En wat denk ik ook belangrijk is om je te realiseren is dat juist die fysieke beweging belangrijk is om mentaal in je kopje fris te blijven. Het is natuurlijk best wel verleidelijk nu omdat er toch al de hele tijd binnen zit om dat dan maar de hele dag te gaan doen. Maar dat raad ik in ieder geval niemand aan. Om gewoon lekker in beweging te blijven. Je kan buiten allerlei dingen doen. Je kan home workouts opzoeken. Er is van alles mogelijk. Springtouwtje kopen. Daar verbrand je ontzettend veel calorieën mee. Dus laten we niet bij de pakken gaan neerzetten en dan komt het allemaal goed. Nou jongens, het is inmiddels middag en ik zit hier achter mijn laptop, joh, omdat ik net een superleuk gesprek heb gehad met deze twee heren. Luke en Nol van Fat Pigeon. En ze zijn een heel tof adventure content bedrijf aan het beginnen en hadden wat advies of in ieder geval een goed gesprek daarover nodig. Dus dat hebben we zojuist gedaan. Ik krijg die verzoeken ook vaker de laatste tijd. En mocht je erin geïnteresseerd zijn, nogmaals, ben je bezig met een nieuwe onderneming of een project, dan laat het me weten, stuur me vooral een berichtje en wie weet kunnen we dan ook zo'n gesprekje inplannen. Vonden jullie het leuk, mannen? Ja, super bruikbaar. Goeie tips. Dus dankjewel, Sander. Kijk, leuk om te horen. Nou, ik check jullie later. Wij gaan nog even afronden hier. En dan zien we jullie in de volgende video. Goedemorgen, jongens. Het goede herfstweer is helaas omgeslagen naar heftige regen. Dus dat is een beetje minder. Maar on the bright side ga ik me vandaag inschrijven bij de KVK. Heel veel zin in. Heb ik natuurlijk al vaker gedaan. Maar dit is de eerste keer dat ik het in mijn eentje ga doen. Dus spannend en leuk tegelijk. En ik dacht het is wel leuk om jullie mee te nemen, want het is natuurlijk gewoon een onderdeel wat iedereen moet doorlopen van dit proces. Dus ik ben benieuwd of ik daar binnen mag filmen. Ik hoop het van wel. Jongens, als je van je idee en concept dus eindelijk de grote wereld in wil trekken, is het natuurlijk belangrijk om langs de Kamer van Koophandel te gaan en daar je onderneming ook echt in te schrijven. Dat is wat ik nu aan het doen ben. Het is een heel eenvoudig proces. Je vult hier de website gewoon wat formulieren in en vervolgens kom je langs om die informatie door te nemen en op je handtekening te zetten. En het is wel belangrijk om je vooraf te realiseren welke rechtsvorm je gaat kiezen voor je onderneming. Dat kan een eenmanszaak zijn, een VOF of een BV. Er zijn ook veel meer vormen. En daar zitten allerlei verschillende consequenties en verplichtingen aan verbonden. Dus mochten jullie het leuk vinden om daar iets meer over te horen, ik ben natuurlijk in het verleden advocaat ondernemingsrecht geweest. Laat het dan even weten in de reacties, want dan kan ik je daar misschien daar een aparte video over maken. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. We zijn vandaag bij Go Spooky in Amsterdam. Dit is een nieuw kantoorpand hier achter me. We staan nu in een kantoortuin. En Go Spooky is een van de koplopers op het gebied van social media. Onder andere TikTok, Snapchat hebben zij helemaal uitgespeeld, maar ook alle andere platformen. En we gaan hier praten met de founder en CEO Tim van der Wiel. En wat mij wel interessant leek is om hem even te gaan vragen wat voor jonge ondernemers nou een goede manier is om je contentstrategie in te richten. Nou, wacht, we hebben hier even een medebezoeker. Maar in ieder geval, ik ga Tim zo dus even vragen wat voor jonge ondernemers de beste manier is om een contentstrategie te bepalen en op welke platform je nou het beste kan inzetten. Het mooiste zou voor iedereen natuurlijk zijn om... Hey, hey.
om overal op te richten, maar dat wordt lastig, zeker als je nog geen team hebt op marketing. Dus ik ben benieuwd wat hij daarop te zeggen heeft. Ik sta hier met Tim van der Wiel, zojuist al geïntroduceerd, oprichter en CEO van Go Spooky, een van de koplopers op het gebied van social media en alles wat ermee te maken heeft. En het leek mij interessant, Tim, om jou te vragen, als je nou als jonge ondernemer aan het begin van je reis en je carrière staat, en je hebt de keuze uit al die platformen die er op dit moment beschikbaar zijn, hoe ga je bepalen waarop in te zetten en je strategie op in te steken? Ja, ik denk, het begint gewoon bij jezelf. Dus of jij nou heel goed bent in het maken van video's, foto's, schrijven, AR-films, maakt eigenlijk niet uit. Kijk, waar ben je zelf heel goed in? Wat wil je vertellen en welk platform past daar het beste bij? Daar begint het gewoon bij. En van daar is het gewoon vooral doen. Proberen, wat werkt wel, wat werkt niet. Misschien komt er wel een ander platform over langs. Probeer dat. Heel veel proberen. Kijken wat werkt het best voor jou. En gewoon steeds maar beter worden. Want de skill van het uitproberen eigenlijk. En continu daar ook beter in worden. En sneller weten van hey, waar zit de kracht van het platform. En waar zit mijn kracht. Is eigenlijk veel sterker inderdaad. Dan eerst urenlang achter je bureau gaan zitten. Om het perfecte stukje content te bedenken. Want dat gaat eigenlijk niet. Ik zeg altijd. Je kan beter de eerste zijn. En een goede uitvoering hebben. Dan dat je de zesde bent die het perfect doet. Dat is de key, denk ik. Ja, strakke tip. En voor de mensen die dit zien, Tim is 22 en heeft hier een kantoor met 50 mensen achter ons staan. Ik weet niet of je het kan zien. Wat binnen niet al te lange tijd is gebeurd. Dus ik zou zeggen, als je je kans wil pakken, check de podcast, want dan geven we veel kansen ook weg die dat er op dit moment zijn. En wie weet sta je binnenkort ook op de nieuwe kracht in je nieuwe businessband. Succes. Thanks. Het is vrijdagochtend en ik ben onderweg naar Tilburg. Want vandaag ben ik zelf de gast in een podcast. En dat is de podcast van de Fuck Up Nights. Een wereldwijd concept waarin ondernemers eigenlijk gewoon hun leermomenten en gemaakte fouten delen. Daar ben ik natuurlijk super voorstander van. Ik vind het ontzettend belangrijk om juist je proces te delen. En de ontwikkeling die je hebt doorgemaakt. Dus daar heb ik wel zin in. Achter mij hebben zojuist de eerste podcast opgenomen waarin ik de gast mocht zijn. En zouden jullie zelf even kort kunnen omschrijven waarom je het zo belangrijk vindt dat mensen hun fuck-ups op het gebied van ondernemerschap of überhaupt in het leven delen met elkaar? Ja, zeker. Ja. Nee, ik denk dat er veel al succesverhalen gedeeld worden, maar die komen ook niet uit het niets. Ik bedoel, je moet vaak een paar keer op je bek gaan voordat er iets moois kan ontstaan. En ik denk dat het gewoon heel belangrijk is voor mensen die iets willen beginnen of die de fout in zijn gegaan, om ook een keer van een ander te horen van hey, ja, het gaat wel eens mis en dit is de les die ik eruit haal en ik ga juist daarom door, zeg maar. Dus ik denk dat je soms banger moet zijn om hetzelfde te blijven doen en niet te falen dan iets nieuws te doen en dan misschien wel te falen, zeg maar. Dus dat denk ik dat belangrijk is om te delen. Ja, helemaal mee eens. Ik link de beschrijving of waar jullie de podcast kunnen vinden hier even boven de hoek. Dan kunnen jullie natuurlijk horen wat mijn fuck-up nou precies is, want dat ga ik hier natuurlijk niet vertellen. En dan checken jullie later vandaag weer. Vanavond staat er iets heel leuks op de planning. Iets waar ik echt al maanden naar uitkijk. En ik zal straks wat nader toelichten waar het om gaat. Maar het heeft iets te maken met een woonboot en een droom van mijn vriendin en ik waar we al lang naar uitkijken. Dus daar ga ik jullie ook zeker naar meenemen. Nou jongens, zoals beloofd, ik sta voor de ingang van het leukste wat we dit weekend gaan doen. En we kunnen nu naar binnen, Ro. You excited? Open the door. There we go. Gaat het voor? Holy shit. There we are. What the fuck? Ik ben net wakker, dus het is tijd om jullie wat tekst en uitleg te geven. Mijn vriendin en ik hebben een tijdje geleden het doel geformuleerd om op een woonboot aan het water in Utrecht te gaan wonen. Lijkt ons fantastisch, prachtig aan het water, lekker rustig. En toen zijn we gaan kijken van hey, hoeveel woonboten liggen er nou eigenlijk in Utrecht. Dat bleken er 300 te zijn, dus in onze ogen 300 keer kans. Mijn vriendin heeft prachtige flyers ontworpen. Ze is grafisch ontwerper waarin we onszelf hebben voorgesteld en onze droom hebben geformuleerd en concreet hebben gemaakt. En nu hebben we dus de kans gekregen om een weekend te gaan proefwonen
op een woonboot in Utrecht. Nou, daar zijn we natuurlijk super dankbaar voor, want dat zorgt ervoor dat we onze droom nog concreter kunnen maken, zodat we een keer kunnen voelen en ervaren hoe het nou is om hier aan het water te wonen. Dan kan je zeggen, de eerste avond was fantastisch, dus dat belooft veel goeds. En mochten jullie het leuk vinden, dan zal ik nog wat andere clips over het wonen op een woonboot in deze video monteren. Dus dat is wat we hier doen. Lift je hoofd voor je. En je kan dit doen, zeg maar, op door je neus. Ik zou door je mond en dan, hoe jij ook altijd zingt, weet je, gaan door je buik doen. Ja, jongens, we zitten natuurlijk op de woonboot. En wat kan je op de woonboot beter doen dan de Wim Hof Challenge in het water buiten? Dus wat we nu gaan doen is eerst de ademhalingsoefening die erbij hoort om even tot rust te komen en in de juiste stemming te komen. En wanneer dat Ivo is een van mijn beste vrienden over is, helemaal tot rust zijn gekomen en in een mentale zone zijn om buiten het water in te springen, dan ga je natuurlijk zien hoe dat gaat eindigen. Als iemand uitgaat, hoeft niks te doen. Relaxed. Oké. En als we het klaar hebben, dan trekken we gewoon dit einde aan meteen het water in. Get naked! Sit down, whatever it takes. Relax. Are you ready? Here we go. What's up? Round number one. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Just go with the flow of the breath. In, out. In, out. In, out. Five more. Let's give it all we got. Last one, fully in, and let go. All right, 1 minute breath hold from now on. Be in this moment. Let the body do what the body is capable of doing. Be aware of your heartbeat. Slow it down and just be in this moment. Let that relaxation spread down to your toes, into your fingertips, to the base of your neck and head. You are almost there. Do you want to prolong your breath hold? Pause the video now and continue when you feel the urge to breathe. 4, 3, 2, 1. Take a deep breath in and hold for 15 seconds. Exhale in 3, 2, 1. Let it go. Round number 2. Back into that rhythm. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Last one, fully in, and on the exhale, stop. 1.5 minutes breath hold from now on. Exhale in 3, 2, 1. Let it go. Round number 3. Back into that rhythm. Breathe in, breathe out. Last one. Fully in, and on the exhale, stop. 1.5 minutes breath hold from now on. Exhale in 3, 2, 1. Let it go. Let your breathing return to normal as you finish up the round. Move your body bit by bit, starting with your fingers and your toes. Let your breathing normalize.
Jullie zijn echt. I'm on the roof. Feel like a savage born in the wild. Boom, boom, boom. Hot like a fever. I've been waiting for ya. I've been waiting for ya. I'm on the loose. Running the game, never get tired. Zo, nou, we zijn weer thuis na een aantal heerlijke dagen op de woonboot. Echt heel erg tof om te merken dat die droom zoals wij hem hadden voorgesteld in realiteit ook net zo mooi blijkt te zijn. Dus nu is het zaak om te gaan kijken hoe we dit in 2021 daadwerkelijk kunnen gaan realiseren. Heel erg benieuwd, heel erg veel zin in. En toen ik thuis kwam lag dit boek op mij te wachten. En dit is het boek Social Goat. Het is geschreven door de founders van de drie merken Baller, OneHash en 433. En die merken hebben bij elkaar op dit moment een van de grootste social media bereiken ter wereld opgebouwd. En dat wil zeggen dat echt elk stukje content meerdere miljoenen views per dag oplevert. En het interessante aan dit boek is dat zij in dit boek hun social media strategie hebben omschreven die ze in al die jaren hebben gebruikt om dit bereik op te bouwen. Het is natuurlijk super interessant en leerzaam om te weten hoe ze dat hebben gedaan. En het is niet een heel dik boek en het staat gewoon vol met praktische tips. Dus ik dacht in een week waarin het natuurlijk al best wel veel over social strategie en social content is gegaan, vond ik het nog wel interessant om deze aan jullie te tippen. En wie weet komt een van de founders volgend jaar wel in de podcast, dus dat zou natuurlijk nog veel mooier zijn. Ik ben heel erg benieuwd nogmaals wat jullie van deze video vinden. Dus laat me dat zeker weten door middel van een duimpje omhoog of in de comments. Daarin kan je me natuurlijk ook vragen stellen of dingen noemen die dat jij graag wil zien in deze video's. En als je direct op de hoogte wil zijn van de volgende video, dan kan je natuurlijk op dit kanaal abonneren. En dan krijg je meteen een notificatie zodra het zover is. En dan zou ik zeggen tot de volgende week.